Victor, naar die goal. Wat een ontlading, hè? Jawel, jawel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het was wel een echte ontlading. Ik had er lang op gewacht. Ik wist wel dat het weer zou komen. Maar ik moet zeggen, na de twee grote kansen wat ik al eerder in de wedstrijd had gemist. Ja, dan was het wel lekker. Dus ik heb een goed gevoel. En gelijk daarna ook. Dat was wel te zien. En we hebben 3 punten kunnen pakken. Was mooi. Je bent ook zelfs schoren, geloof ik, van je vreugdeuitbarsting, of niet? Jawel, jawel. Eigenlijk vond ik dat ik Lasse wat meer had moeten bedanken, maar het kwam gewoon van binnen. Je schiet hem toch gewoon erin, man? Ja. Dat mag toch best? Ja, dat klopt. Dat was een hele mooie paas. En ik had heel weinig moeten doen, maar dat zijn emoties. En Lasse weet wel hoe mooi een paas het was. Maar wat roep je dan op zoiets, op zo'n moment? Nou, gewoon... Dat is lang geleden. En ik dacht, wat ik net gezegd heb... Na de 2 gemiste kansen, dan denk je, nou, vandaag zal het niet zijn. En dan toch wel. En dan komt het alles gewoon eruit. Dat gevoel bekruip je dan wel van, oh god, wordt het weer zo'n wedstrijd dat hij maar niet erin wil? Nou, dat had het wel kunnen zijn, ja. En dat dacht ik ook op een gegeven moment. Gelukkig was het niet zo vandaag. En de 2-0 doelpunt was een hele belangrijke voor ons ook, denk ik. Want pas... Na de 2-0 vond ik dat Heracles niet meer in geloofde dat ze wat hier had kunnen pakken. Dus vanaf de 2-0 vond ik het een redelijk makkelijke wedstrijd. Je hebt ook de afgelopen tijd een paar keer niet in de basis gestaan. Hoe was die tijd voor jou? Nou, was eigenlijk prima. Ik wil elke keer raken in de basis staan. Maar ik denk dat het... Het is een bewuste keuze van de trainer geweest. En ik heb volgens mij 2 keer niet in de basis gestaan. En tegen Celtic goed ingevallen. Tegen NEC ook. Ook niet heel slecht. Dus wie was dat? Tjonger. Okay. Leuke man. Okay, ja. Wat dat betreft is ook, want Sigtorsson... Stond ook links buiten. Wat dat betreft kan die, ja, hoe zuur dat ook is, kwam zijn blessure misschien ook wel een beetje goed uit. Maar de een zijn dood, is een ander zijn brood? Ja, dat kan je wel zeggen. Maar natuurlijk. Ik weet niet hoe het was geweest als Sigurdsson fit was. En daar zullen we ook niet te veel over gaan praten, vind ik. Maar dat is natuurlijk zo. En ik ben blij dat ik... Ik vind zelf in ieder geval dat ik mijn kans heb gepakt. Dus we zullen zien dinsdag... Hoe de helft al is. Wat is je gevoel? Nou, ik denk wel dat ik er weer mag staan, maar dat mag je eigenlijk nooit zeggen. Ik kan maandag alleen op de training laten zien dat ik het weer wil. En dan zal de trainer laatste natuurlijk altijd de keuze maken. Je hebt in ieder geval niet Daniel Vest tegenover je, want die doet niet mee, geloof ik. Als ik ken Barcelona goed, dan hebben ze in de tweede lijn ook een hele goede rechtsback. Dus ja... Dat zou me niet verrassen als het ook een hele goede tweede rechtsback is. Maar goed, je bent in ieder geval nu koploper. En dat is belangrijk. En dat is mooi om ook een keer voor de winterstop op de kop te mogen staan. En dat moeten we nu vasthouden. Nog 4 wedstrijden voor de kerstvakantie. En als we met kerst op kop kunnen staan, dan is het hartstikke mooi. En dan kunnen we daar door verwerken.